Ik heb dus aan hartstilstand gehad. Ik was toen 18 jaar en toen is het gebeurd. Op mijn 17e ben ik uit huis gegaan, studeren. En na mijn eerste jaar kwam ik thuis in de zomervakantie. En ik werd toen 's ochtends wakker, dus toen ging ik naar de badkamer. Mijn moeder die moest toevallig werken, dus ze ging even kijken. En voordat ze eigenlijk iets kon zeggen, viel ik gewoon om. Wat ik precies dacht en voelde, dat weet ik gewoon niet. Ik wist hoe ik moest reanimeren. Ja, op een of andere manier heb ik dat gewoon toegepast. Ik heb daar op dat moment niet over nagedacht. Dat kwam allemaal achteraf. Schuin tegenover ons, een gebouwtje van de kerk. Daar zit een AED aan de muur. De koster en zijn vrouw zijn toen gekomen met een AED. En ze hebben best wel wat schokken moeten geven voordat ik in ieder geval weer een hartslag had. Het heeft nog steeds wel een grote rol in ons leven en in hoe we met elkaar omgaan, denk ik. Gewoon het gevoel bij Alice dat je toch wat voor haar hebt kunnen doen en dat ze er nog is. Ze hebben dus eigenlijk nooit een oorzaak gevonden. Dus daar ben ik zeker nog wel heel erg alert op. Bijvoorbeeld op treinstations en zo. Dat soort openbare plekken vind ik het altijd wel heel fijn als je dan gewoon ziet, nou, als er iets gebeurt, is hier gewoon een AED.